Yo, what up, Wilbro's? Vandaag gaan we weer kijken naar Spooky Spooky Spooks. Spooks van de Spooky. Oh man, ik heb hier altijd zo zin in om lekker even te reageren op die spookjes. Om te kijken of spoken echt bestaan voor mijn quest. Om te kijken, bestaan spoken echt? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Maar ik vind al die spookbusiness toch hartstikke interessant. Ik ben ook een spookjager geworden. Kun je Ronald zeggen? Nee. Ik heb weer een aantal filmpjes gekregen waar zogenaamd spoken in voorkomen. Geloof jij in spoken? Laat het me in de reactie beneden. Heb jij een spookervaring gehad? Laat het me ook weten in de reactie beneden. Ook al ben ik sceptisch, nogmaals, ik sta er open voor. Heb jij dan van spoken? Laat dan een duimpje omhoog achter en vergeet niet te abonneren. Als je nog niet geabonneerd bent, bij de 100.000 abonnees gaat mijn haar groen. Kijk deze grafiek, hij is niet bespookt inderdaad, maar je kunt hem wel beter maken. Laten we kijken naar spoken. Here we go guys, here we go. Oeh, is het een orb? Gaan we een orbie krijgen? Nou, dat lijkt geen orb. Dit lijkt geen orb. Dat is creepy. What the fuck is dat? Dat zo in beeld komt. Echt like zo. Wacht even. Ik ken de layout van het huis niet, dus ik kan niet zeggen, oh het is dit, oh het is waarschijnlijk dat. Oké, hier zien we twee mensen iets doen wat ik ook heel erg graag nog een keer wil doen. Het exploren van een verlaten gebouw. Dit zijn twee ghost hunters, net als ik. Oh, zag je net? Hier, oh, zag je net? Hier gaat hij. Oh, het is zo pixelig dat als je het inzoomt, zie je nog minder. Waarom die inzoom als je nog minder ziet? Kijk, hier zie je overduidelijk zo'n poef. En nu zie je gewoon niks. Kijk, hier, ja, kijk, daar is, ja, oké, nu dit helpt niet. Als ik gewoon mensen een plaatje laat zien, zo van, kijk, spook is gevangen. Daar. Ik denk natuurlijk gewoon dat het een spook was. En die zat zo van, die was aan het vluchten. Like, deze mensen kwamen erheen. Die spook dacht, shit, we moeten vandoor. It's just dust. Ja, dat is wat ik ook dacht, ja. De normaalste dingen in de wereld kunnen er gewoon s'nachts op een of andere manier heel onverklaarbaar uitzien. En mensen denken dan meteen, oh, het is spook. Oké, okay, we zijn hier bij zo'n deurbel recording. Ring is dat. Dat is een merk deurbellen. Kun je een deurbel hebben met een camera erop. Soms wordt er bij mij midden in de nacht gaat de bel. Soms voor mij gaat overdag de bel. Soms gaat bij mij 's ochtends vroeg om 7 uur de bel. En iedere keer als ik kijk, is er niemand. Wat is mijn verklaring ervoor? Spoken of mijn bel werkt gewoon niet lekker. Kan gebeuren. Ook zou ik graag het verschil willen kunnen zien wanneer er kinderen aan mijn deur staan. Ja, dat klopt. Sommige van jullie gaan voor mijn huis staan. Vind ik niet zo leuk. Vind ik niet zo chill. Ik ben hier. Dit is een beetje mijn eigen veilige plek. Mijn privéplek. Wat denk je dat er gaat gebeuren als je aan wilt bij mij de deur open? Dat ik ga van, hallo, kom binnen. Laten we gamen samen. Nee. Ik zou graag willen zien wanneer ik naar de deurbel moet en wanneer niet. Dus ik dacht, misschien moet ik ook zo'n ring deurbel nemen. Maar toen bedacht ik me, nee, ik word waarschijnlijk paranoïde van de dingen die hij per ongeluk oppakt. Spooky spooks is. Ik ga geen camera deurbel nemen, daar komt niks goeds uit. Krijg je dingen zoals dit. Kijk, hier kan... Oh, oh, kijk daar. Hier, kun je het zien met de pixels? Daar rent een spook. Waarom zou een spook moeten rennen? Ik heb geen idee. Dit is overduidelijk geen spook. Ik ben benieuwd wat dit wel kan zijn. Dit is natuurlijk wel heel weird. Want het ziet eruit als, you know, iets dat rent. Maar weet je wat het ding is aan het brein? Je brein is constant bezig met dingen herkennen. Dit kan gewoon iets random zijn. Maar je brein, die denkt van, oh, dat is een persoon die loopt. En dan zie je dat. Ghosts need to stay fit too. Ja, weet je. Je moet nog die fit lifestyle hebben als spook zijnde. Oké, okay, mensen. Dit is 2021. Waarom ziet de camera er dan niet uit als 2021? Oh, yeah, whatever. Oh, oh, en de deur beweegt. Holy shit. Hoorden jullie dat? Dat klonk inderdaad als een deur die dicht ging. En wat je vaak hebt als je een deur dicht slaat, dan krijg je een windvlaag. Ik wilde de windvlaagtheorie niet gebruiken in deze video, maar het is de meest logische. Ze gaan door een deur, dan komt er een windvlaag die raakt dit en die raakt vervolgens de deur. Zo simpel is het. Nee, mensen denken dan meteen, het is een spook! Laten we even kijken. Oh, what the fuck. Oh, kijk hier, de hond gaat erop af zelfs. De hond interact ermee. What the fuck? What the
fuck? What the fuck is dat? Weet je, maar als je die van de zijkant ziet, dan... Ik vind het grappig hoe mensen meteen denken aan iets paranormaals. Kan het een mens zijn die gewoon niet helemaal 100 punt is, die zo over straat loopt, zo? Like... Natuurlijk is tegenwoordig ook een hele goede optie. Video editing! Dude, nobody's touched that. No, but there's a brush there. The way is going... Boog! Jullie vallen bij mij ook wel eens all the time dingen zonder enige verklaring. Dan gaan mensen meteen... Oh, dat is een spook. Dat is een spook die dat doet. Het tegengewicht van die kwast of zo wat daarin zit, dat de hele tijd die kant op getrokken wordt door de zwaartekracht, kan uiteindelijk ervoor zorgen dat die heel veel later omvalt. Dat kan. Weet je, dat is niet zo van, oh my god, een spook! Pff, oh, je broek gepoept. Pff, oh, spook. Deze mensen die gaan naar een spooky spookhuis in de spooky spookland. Kijk, dit soort huizen, dit soort locaties zoek ik, mensen. Alles verlaten. Lijkt trouwens als het een verlaten museum is, of een verlaten, weet ik veel, ziekenhuis, verlaten pretpark, verlaten huis. Laat het me weten in de comments. Een huis als dit zou ideaal zijn. Kijk, wow. Wow. Spooky. Spooky, spooky. Ja, dit deden wij dus ook. Gewoon even, dit deed ik met Lisa toen. Gewoon even kijken. Oh. Holy fuck. Go. We're gonna get the fuck out of here. Dat was echt heel creepy. Het is als het goed is dat raam. Niks. Strijden langs. Niks. Dan dit perspectief krijgen ze. En kijk, nu staat er wat. Holy fuck. Zag je dat? Je zag het in beeld komen. En je ziet nu... Holy fuck. Het komt echt in frame. Whatever it is. Het is de zwerver die zo zit van... Dit is nu mijn huis. En dan... Holy fuck. Als je verlaten dingen explored, is het engste wat je kan tegenkomen... is gevaarlijke dakloze mensen die daar wonen. Dit moet een spook zijn. Dat is geen andere verklaring voor. Oh, kijk hier. Oh, dat loopt... Oh. Dat moet een spook zijn. Iets op de lens. Ja, dat dacht ik ook. Deze zag ik. Deze zag ik. Kijk, hier. Oei! Dit moet een spook zijn. Oh. Oh nee, dat is... Oh. Jesus Christ, ik schrok me de pleuris. Kijk, ik dacht zo van... Oh shit, wat is dit? Dat is gewoon een mens met een zaklamp. Deze video is van een sceptisch persoon, maar hij maakt zich nu echt zorgen. Want zijn flashlight, dat is de flashlight van zijn telefoon, ging tijdens het slapen 4 keer aan en uit. Ja, dat is wel... Het is inderdaad wel iets dat spoken doen. Spoken houden van lichten aan en uitzetten. En dat weet iedereen. Kan het zijn dat zijn telefoon stuk is? Dat er gewoon foutjes zitten in de technologie? En dat voor een of andere onverklaarbare reden zijn telefoon gewoon op zo'n manier stuk is dat zijn flashlight 4 keer aan en uit gaat? Dat kan niet. Het moet een spook zijn. Weet je wel, dat fenomeen dat niet bewezen is dat het bestaat. Ik ben sceptisch. Wow, deze foto zag ik eerder langskomen. En dit is like fucked up, right? Dit is like in iemands appartement. Je ziet hier like een baby footprint. Lijkt het haast. Dit is duidelijk een baby voetafdruk. Je kan sceptisch zijn wat je wil, maar iets heeft die afdruk gemaakt. Iets. Aangezien ik dit wattenstaafje ernaast zie, you know, die hier toevallig is weggehaald, denk ik dat de spul op dit wattenstaafje zat, is laten liggen, want er dan zo'n vlek is gekomen. Je kan over babyvoetjes zeggen wat je wil, maar tenen zijn vaak wel verschillende groottes. En deze 3 stipjes, deze 1, 2, 3, 4 stipjes, niet 5 trouwens, zijn allemaal... Exact ongeveer dezelfde grootte. Ziet er wel spooky uit, though. Xfinity is ook zo'n beveiligingscamera. Oh, het zijn orbs. Het zijn orbs, jongens. Bolletjes die vliegen langs de camera. Spoken confirmed. Dat is het hem. Kijk, hops. Kijk. Dit moet wel. Dit moet de spoken zijn. Het is gewoon inderdaad een spinnenwebpie. Kijk, oh. Daar zie je dat het een draad is. En dat waait gewoon in de wind. En dan lijkt het zo weird. Altijd weer die spinnenwebjes, hè. En mensen denken, ah, nee, spinnenweb? Iets dat, waarvan we weten dat het bestaat en dat zou... Nee, dat moet een spoken zijn. Iets waarvan we nog niet helemaal over uit zijn. Wat voor... Is dit een klaslokaal? Met 1, 2, 3, 4, 5 stoelen maar? Ik bedoel, 5 zitplekken maar? Oké, okay. Die deur ging open trouwens. Dat moet een spoken zijn natuurlijk. Dat moet er wel spoken zijn. Dan zie ik jullie... Niet letterlijk in de volgende video. Doei!